Vandaag in het Centraal Station midden in Leiden. Ik ben benieuwd of er een hoop mensen komen die hun nieuws met mij willen delen. Het is beter weer dan verleden week, dus we houden het wel vol. Goedemorgen dames, wat zien jullie er goed uit? Wat is jullie nieuws van vandaag? Het is complimentendag vandaag. Je meent het. Ja, ik meen het. Aan wie zullen jullie nou eens even de complimentjes willen doen? Aan jou. Dankjewel, en jij? Ook aan jou en aan hun natuurlijk. En jij? Ook aan jou en aan hun. Ik heb vandaag gelukkig al 3 complimenten gehad. Dames, mag ik jullie hartelijk bedanken voor deze leuke complimenten. Wij jullie zitten nogmaals, jullie zien er heel goed uit. Dankjewel. Doeg! Wat is jouw nieuws van deze week? Ik heb binnen 2 weken tijdelijk €200 gevonden op straat. Pierprikken. €200? €200, ja. En zie je dan briefjes van 5 of is het allemaal muntengeld? Kijk, ik heb 2 briefjes van 50 gevonden, 1 briefje van 100, allemaal op verschillende plekken. Door het pierprikken en goed bezig zijn met opruimen, je wordt zo rijk. Dus gelukkig op straat, mensen. Nou, ik zou zeggen, je verdient het, want je haalt heel Leiden schoon en ik vind het een compliment waard vandaag. Ja, Henk. Hey, succes, hè? Mag je het zelf halen, het geld? Ja, mag wel houden, het geld van de baas. Neem er maar een lekker borreltje van. Ja, dat doe Henk. Dank je wel. Hey, bedankt, hè. Wat is uw nieuws van deze week, mevrouw? De bezuinigingen van de regering. Daar ben ik het niet mee eens. U bent het er niet mee eens. Waar bent u het niet mee eens? Waarop er bezuinigd wordt? Op de ziekenfonds en op de eigen bijdrage. Legt dat aan Rutte? Legt het dan aan het kabinet? Aan wie legt het? Leg aan het hele kabinet. Aan het hele kabinet. Wat zou je de oplossing? Zou je nieuwe stemmen willen hebben? Zou je nieuwe stemmingen willen hebben? Of wat is uw oplossing? Nou, ik vind gewoon mensen betalen al eigen blauw aan de verzekeringen en weet ik veel. En dan moeten ze nog extra betalen ook nog. En als je dan een oogziekte hebt, dan ben je nog meer de klos. Dus, minder belasting betalen? Minder belasting betalen en minder eigen bijdrage. Ik wil best wel mijn eigen bijdrage, maar niet zo hoog. Wat vindt u dan van het Europa, dat we zo in Europa zitten, dat er zoveel geld naar Brussel toe gaat? Wat vindt u daarvan? Nou, daar mag ze ook wel eens op bezuinigen. Ja. Op die andere landen ook een beetje bezuinigen. Dat er zoveel mogelijk mensen, zeg maar... De eigen oplossingen opzoeken. En dan gaan ze maar langer werken. Ook in andere landen. Oké, hartstikke bedankt voor deze mededeling. Wat is jouw nieuws van deze week? Nou, mijn nieuws dat gaat eigenlijk over de politiek. En vooral ook dat ik het daar eigenlijk helemaal genoeg van heb. Ik ben zelf ondernemer. En ik heb altijd geleerd, je moet in kansen denken. Het geld ligt op straat, de mogelijkheden liggen op straat. Maar je moet samenwerken met mensen ook. En als ik dan gisteren naar de tv kijk en dan komen weer extra bezuinigingen aan. Dan snap ik dat ook allemaal. Maar als ik dan het hele poppenkastspel zie van mensen die zeggen... ja, maar dit is allemaal niks wat de regering wil. En uiteindelijk moeten ze toch weer allemaal samenwerken. Ja, dan vind ik dat één grote poppenkast. En weet je, het is iets wat steeds maar een graadje erger wordt. En waar we naartoe moeten is samenwerken echt. Links, rechts. En we hebben allemaal een probleem, maar dat moeten we met z'n allen oplossen. Ja, en ik als ondernemer kom dat elke dag tegen. En ja, het stoort me gewoon. Is het niet zo dat als zeg maar een probleem scheppen... dat ze het erger maken in de politiek, dan dat de oplossing, dat wij zeggen van, of de ondernemers, ZZP'ers die het nu heel erg moeilijk hebben, dat die zeggen van, oh nou, laten we dat dan maar doen. Ja, nou, ik denk het ook. Het wordt heel erg uitvergroot ook, want de praktijk is altijd veel grijzer dan dat ze voorspiegelen ook. En ja, en als je dan vraagt, of als die vraag een keer wordt gesteld van, waarom doen jullie dat nou? Ja, dan is het ook gewoon van, ja, we moeten... mensen aanspreken en dat kan alleen maar als je in uiterste denkt. Maar ja, de werkelijkheid is anders, Henk. Het gaat gewoon om, nou, er is een probleem dat moet opgelost worden. En de oplossing zit vaak in de nuance en niet in de polarisatie. Hey, dankjewel, hartstikke top. Wat is jou opgevallen deze week in het nieuws? Nou, wat mij opgevallen in het nieuws is dat Van der Paus natuurlijk, dat hij aftreedt. Ik vind het eigenlijk wel een goede zaak dat we een beetje verjonging krijgen, nieuwere ideeën. En dat vind ik heel erg belangrijk. Het is natuurlijk wel de eerste keer dat een paus aftreedt terwijl hij nog leeft. Ja, maar dat... Kijk, dan moet je, alles is de eerste keer, daar moet je gewoon overheen kijken. Dus ik vind het een goede zaak dat we een nieuwe paus krijgen. En dus met alle dingen die er gebeurd zijn en zo, ik ga het niet in details, maar de mensen begrijpen dat wel. Dus, wat vind je van wat ze zeggen, dat ze op het oog hebben een Zuid-Afrikaanse, dus een zwarte paus? Wat vind je daarvan? Daar vind ik niks mis mee. Dat is waarvoor niet. Dus gewoon vernieuwing. Dus het is heel belangrijk. Je bent een man van vernieuwing. Hartstikke bedankt voor je mening. Okay. Toppie. Wat is jou opgevallen in het nieuws van deze week? Dat Ajax opnieuw heeft verloren en dat ze eruit liggen in de beker. Ja, en dat zit mij wel dwars, want het is toch wel even mijn clubpie. En ja, ik vind het wel jammer dat ze niet in de finale zitten. Ja, zoiets. Ik vond het eigenlijk de laatste keer niet zo erg dat ze hebben verloren. Nee, dat begrijp ik. Maar het is voor mij wel frustrerend natuurlijk. Want ik had wel gehoopt dat we die beker zouden pakken. Ja, daar was ik wel overtuigd. Ja. Leg het aan de spelersgroep, leg het aan de trainer. Denk je dat er iets anders aan de hand is? Ik denk dat het op zich ook aan de trainer ligt. Want hij heeft niet de vaste elf opgesteld. Hij had allemaal zeg maar de wisselspelers. Had hij allemaal in het veld gezet en alsnog daarna had hij de basisspelers had hij wel erin gebracht. Ja, en alsnog hadden ze verloren, dat was al te laat. Nou, wat het voor je waard is van deze Hagenees, prettige wedstrijd.